Ja, Bjorn Anseeuw van NVA is komen aanschuiven. Dag meneer Anseeuw, welkom in onze studio. Ja, u stelt een vraag letterlijk over de beschikbaarheid van voldoende middelen voor de renovatie van sociale woningen. Zo is het aangekondigd, zo heeft u de vraag ook gesteld. Ja, het moet zijn dat u zich daar zorgen over maakt of vraagt u dit gewoon om de situatie in Gent aan te kaarten? Ik maak me vooral zorgen over de woonsituatie van een aantal woonhuurders, sociale huurders in woning Gent. Dat klopt, we hebben allemaal de beelden gezien. Schimmel op de muren, gaten in het dak, dakgebinte dat rot is. Dat is onveilig, dat is ongezond. Dat kan eigenlijk niet, dat is sociaal onverantwoord. En dus dan is de eerste vraag natuurlijk, hoe kan het zo ver komen? En natuurlijk, koken kost geld. En dan vind ik het logisch dat ik eerst de vraag stel, is dat geld er wel? Ja, u vraagt dat aan de minister die bevoegd is voor wonen. En zij zegt, de budgetten zijn nog nooit zo hoog geweest. Wordt ook bevestigd vanuit de oppositie. Nu, we horen in Gent zeggen dat de stad daar nog miljoenen bovenop legt. Moet het dan niet zijn dat het Vlaams geld niet volstaat? Anders zouden ze daar in Gent geen smak geld bovenop leggen. Nee, het Vlaams geld volstaat wel, want de budgetten zijn nog nooit zo hoog geweest, maar daarbovenop, en dat is minstens zo belangrijk, komt ook dat de wachtlijsten voor renovatie- of nieuwbouwdossiers, die zijn er niet. Er zijn geen wachtlijsten, dus elke sociale huisvestingsmaatschappij die geld vraagt om te renoveren of om nieuwe woningen te bouwen, die krijgt dat geld. Ja, dat begrijp ik wel, maar als Gent er geld moet bovenop leggen, kan je dan zeggen, het volstaat wat vanuit Vlaanderen komt? Het is niet omdat Gent er geld bovenop legt dat dat ook moet. En ik zal mij nader verklaren. Mm-hmm. We weten ondertussen ook uit een visitatierapport van de Vlaamse overheid, die alle huisvestingsmaatschappijen op gezette tijden in Vlaanderen doorlicht, dat woning Gent een van de slechtste leerlingen van de klas is wanneer het gaat over financieel beheer. Als je natuurlijk smost met je geld, dan kun je inderdaad wel snel in geldnood komen en dan moet je erbij gaan. Dan moet je zelf bovenop leggen. Maar dus het geld dat Vlaanderen voorziet, volstaat wel, maar als je ermee gaat smossen, dan wordt het wel moeilijk om de rekening te doen kloppen. En daarom moet Gent bijpassen. Maar zelfs dat is niet het antwoord op de vraag wat er in de Bernadettewijk is gebeurd. Nee, wat daar is gebeurd gaat ook over het beheer natuurlijk van woning Gent. Een van de punten die zijn aangehaald betreft de huurachterstal. Gaat het om het huurgeld dat de inwoners, de bewoners van die wijk betalen? Gaat het over hun huurachterstal? Het gaat inderdaad over de huur die de sociale huurders betalen aan woning Gent. Ja, maar als daar een achterstal is, dan vraag ik me af. Ja, als je daar woont en je moet 510 euro per maand betalen in die omstandigheden, dan ga je misschien wel eens nadenken en dat niet willen betalen en dan ontstaat zo'n achterstal. En dat of zeg je nu, nee, die mensen moeten dat toch betalen, ongeacht de stad van de woning. Ik begrijp dat men voor dit soort woningen geen huur wil betalen, maar die achterstallen zijn ondertussen opgelopen tot meer dan 3 miljoen euro. Dat gaat over veel meer dan die woningen waar de schimmel nu op de muur staat. Het gaat om een structureel probleem in het beleid van woning Gent, namelijk men volgt dat eigenlijk niet goed op. We zien in andere grote steden, zoals in Antwerpen, waar men dat eigenlijk de voorbije jaren wel goed heeft opgevolgd en waarbij het huurderspubliek even kwetsbaar is, waar de inkomens ook soms zeer laag liggen, maar daar zijn de achterstallen veel kleiner, dus het kan echt wel beter. Dat zien we in andere steden. Het dus gaat met mensen die in deze omstandigheden wonen dwingen om 510 euro te betalen, dat hoeft eigenlijk niet, hoor ik u dat zeggen? Nee, wat u mij hoort zeggen is dat het eigenlijk erg is dat men mensen dwingt om te wonen in dit soort woonomstandigheden, want daar gaat het over. Ja, en daar vraag je geen 510 euro voor? Ja, nee. Je vraagt aan mensen niet om in zo'n woning te wonen. Je zorgt dat ze een fatsoenlijke, goed gezonde woning hebben. Ja. In Gent heeft men de keuze gemaakt om te renoveren. Nee, om te slopen en een nieuwbouw neer te poten. Ik hoorde in uw tussenkomst, men had ook een andere keuze kunnen maken. De keuze voor renoveren. Maar duurt dat niet langer nog? Ik heb niet gepleit voor renovatie. Ik denk dat de keuze die woning Gent heeft gemaakt om te slopen en opnieuw te bouwen, dat dat de juiste keuze is. Want die woningen zijn in zo'n slechte staat. Als je die moet gaan renoveren, dat wordt dat veel duurder, veel moeilijker. Maar dat duurt natuurlijk wel lang, hè? Dat duurt niet langer. Een grondige renovatie is daarom niet korter dan een nieuwbouw. Het is soms makkelijker om met een wit blad papier te beginnen en van nul iets op te bouwen dan in een bestaande situatie er het beste van te maken. Dus ik denk dat nieuwbouw hier de juiste keuze is. Ja. Wat is er wel fout gelopen in Gent? Dat is dat woning Gent die de facto eigenlijk de stad Gent is, want de stad Gent heeft 98% van de aandelen van die maatschappij. Men heeft een aanvraag gedaan bij de VMSW om geld te krijgen om te slopen en nieuwe woningen te bouwen. De VMSW, de Vlaamse dienst. Zo, dat klopt. De VMSW heeft gezegd, het is goed, we keuren dat goed. En dan heeft men dat dossier te lang laten liggen. Dat hebben we u nog horen altijd zeggen. Nog één vraagje om af te sluiten.
welke keuze men ook maakt, renoveren of slopen en nieuwbouw. Er is natuurlijk wel een periode dat die werken aan de gang zijn. Wat doe je intussen met mensen die daar dan wonen en die moeten wachten op een nieuwe woning of een gerenoveerde woning? Natuurlijk, als je woning grondig gaat renoveren, dan kunnen mensen daar niet blijven wonen. Dan moet je zien, zorgen voor een Vandaar andere woning. Vandaar mijn vraag, wat doe je in tussentijd? Dat gebeurt in gans Vlaanderen op dezelfde manier. Dan gaat men andere woningen zoeken om inderdaad die mensen tijdelijk te huisvesten. Dus noods op de privémarkt? Dus noods op de privémarkt. Okay. Maar dus, dat is niet het probleem. Het probleem Bedankt. Is dat men dossiers laat liggen. Dat is heel duidelijk. Bedankt voor dit interview, Bjorn Anseep. Ik praat er zo meteen ook over met de SPA die in Gent het bestuur leidt. Joris van den Broeke komt zo meteen langs.